Marinus Johannes Kroon, bekend als Marco Kroon bij het Nederlandse publiek, kapitein-pelotonscommandant bij het Commandotroepen te Roosendal, ontvanger van de Willemsorde, beschuldigd van drugshandel en de overtreding van de Wapenwet. Marco Kroon is geboren op 15 juli 1970 in Den Bosch, uitgezonden geweest naar Bosnië, Irak en Afghanistan, nu werkzaam als stafofficier op het kenniscentrum van het Corps Commandotroepen. Na zijn militaire carrière runt hij met zijn partner Café Vinnies in Den Bosch. Hij heeft al vier jaar lang een relatie met Mirjam van der Hoven, 33 jaar oud. Op 29 mei 2009 ontving Marco Kroon de Willemsorde. Dit is de allerhoogste militaire eer die je kunt krijgen voor moed, beleid en trouw. Het was al meer dan 50 jaar geleden dat de koningin de laatste ridder had benoemd. Doordat Marco Kroon lid werd van de Willemsorde kwam hij extra onder de aandacht te liggen van de media. toen de beschuldigingen van drugshandel en wapenbezit begonnen. De vraag is: is onze held toch niet de held die we dachten? Marco Kroon werd op 29 januari 2010 verhoord door de politie op verdenking van drugshandel en wapenbezit. Hij heeft deze beschuldigingen vanaf dag 1 ontkend. Ik weet dat ik uh, nog steeds onschuldig ben. en... Ja, alleen de media denkt er af en toe anders over. Totdat de beschuldigingen in grote smet zijn op zijn carrière en de Willemsorde, besteed de landelijke media hier veel aandacht aan. In april 2010 was het onderzoek eindelijk rond en werd het doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Het OM moet uiteindelijk beslissen of Marco Kroon vervolgd zou worden. Marco Kroon blijft gewoon werkzaam bij de Defensie en er is vrij weinig aan zijn heldenstatus veranderd. Het bericht dat Marco Kroon vervolgd zal worden voor het bezit van harddrugs en het bezit en handel van stroomstofwapens lekt op 17 september uit. Dit is een behoorlijke afzwakking van de eerste beschuldigingen. Een dag later is Marco Kroon toch nog gast op Prinsjesdag. Tijdens het onderzoek heeft Marco Kroon bosharen moeten afstaan. Hierin worden sporen van cocaïne gevonden. Tijdens de regiezitting reageert Marco Kroon heftig op de beschuldigingen en houdt hij vol nooit harddrugs te hebben gebruikt. Op 22 april wordt vijf vrijgesproken van drugsbezit. De Militaire Kamer stelt vast dat er in het dossier geen verklaring zit van enige getuige die verklaart gezien te hebben dat verdachte cocaïne heeft gebruikt of in zijn bezit heeft gehad. De Militaire Kamer is verder van oordeel dat ook het gedrag van verdachten niet kan bijdragen aan de bewijslevering. De Militaire Kamer stelt voorts vast dat in geen van de in het dossier aanwezige verslagen van de observatieteams staat dat gezien is dat verdachte in contact is gekomen met drugs. De cocaïnesporen die werden gevonden in de bosharen van Marco Kroon, bleken onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Voor het bezit en handelen in stroomstootwapens heeft Marco Kroon een boete gekregen. Hiermee zou de rechtszaak afgesloten moeten zijn. Maar men zegt, waar ook eens is, is vier. Ook al is Marco Kroon vrijgesproken door de rechtbank, zijn naam is hierdoor wel door het slijk gehaald. Nou, ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon, eh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn hele familie en eh, met name voor mijn vriend, gewoon een eh, ja, hel. Ik ga nog liever een keer de shore verleiden, als dan dat ik nog een keer doe. Ik ben een man, een man, een woord, een woord. En als ik anderhalf jaar in de media word weggezet als leugenaar, junk en uh, een of andere fantast, dan doet je dat heel pijn. En die schade is echt onherstelbaar. Door al deze negatieve publiciteit rond Marco Groom had hij de naam van zijn kroeg Fennies veranderd in In het Harnas. Hij hoopt hierdoor weer nieuwe klanten te trekken, omdat de meeste klanten door de rechtszak weg blijven uit de kroeg. Ook heeft hij het interieur van de kroeg grondig opgeknapt in een oranje tintje. De naam van de kroeg komt uit zijn banden met het leger. De commando's noemen hun uitvaart in Hannas al dus kroon. Verder heeft hij een Wall of Shame opgericht die vol hangt met krantenartikelen over de affaire. Marco kroon is nog steeds werkzaam bij het leger en zit in de sollicitatieprocedure als compagniecommandant. Hij heeft uiteindelijk zijn kroeg verkocht en de horeca verwel gezegd.